Waar gaan we naartoe als Nederland? Hoe verdienen onze kinderen straks hun geld? We gaan inzetten op de kenniseconomie, zeggen we snel en gemakkelijk. Innovatie is het sleutelwoord. Samen, in een Europese context, want we kunnen het niet alleen. Daar ben ik, daar is DSM het mee eens. Maar doen we dat goed genoeg? Nu de VES-gelden aan het opdrogen zijn en er extra druk zal komen op de NWO-gelden om de gekozen topsectoren te kunnen blijven financieren. Als bedrijfsleven, als kennisinstellingen en ook als overheid zullen we goed moeten blijven nadenken en alert moeten zijn of wij genoeg middelen besteden aan innovatie en daar met genoeg kracht op inzetten. En ook zorgen dat de maakindustrie in Nederland blijft. Want die hebben we uiteindelijk nodig om ook innovatie en R&D in Nederland te houden. En voor die maakindustrie moeten we concurrerend blijven. Inzet op innovatie, concurrerend blijven en er genoeg middelen aan aanwenden. Dan kan ook ik straks antwoord geven op de vraag hoe onze kinderen hun geld verdienen.